Ik sta hier bij de gong en daar is vandaag iets mee gebeurd. Hugo, wat is de betekenis van die gong? Nou, vandaag hebben we onze RetailCoin naar de cryptobeurs gebracht en dat wilden we vieren met een gong. Okay. Dus bang. Oké, het is publiek. Dat betekent de RetailCoin. Hoeveel van die RetailCoins heb je gecreëerd? We hebben 7 miljard RetailCoin in totaal gecreëerd. Daarvan hebben we 150 miljoen hebben apart gezet om te gaan verkopen. Daarvan hebben we op dit moment pak een beetje iets minder dan 5 miljoen van verkocht. En daar gaan we mee starten met onze investeerders om hen te laten traden. Nou, het aardige is dat wij vanuit onze verkoop van de coins hebben alleen maar betaalde coins gedaan. Dus geen bonuscoin, geen gratis coins, geen niet van dat soort andere trucjes binnen de ICO-markt. Dus wij zijn wel echt benieuwd wat dit nu gaat doen op de publieke markt. Okay. Goed, dus dat in ieder geval de investeerders die RetailCoins hebben, die zijn er blij mee. Die kunnen nu het omzetten en kijken wat de koers gaat doen. Ja. Wat is het idee achter die RetailCoins? Want als we even hier naartoe lopen, in Tilburg spaar ik met de RetailCoin. Dus het is sparen, loyaliteit. Wat doe ik ermee met die RetailCoin? Hoe werkt dat? Nou, we hebben geprobeerd om niet een betaalmunt te creëren, maar een spaarmunt. En met die spaarmunt kunnen we nogal een aantal dingen doen. Dus het eerste wat wij hebben gebouwd is het concept samenwerken op klantbehoud. Dat betekent zoveel als dat, eigenlijk is het een heel groot Airmiles 2.0 systeem, waarbij je dus bij winkel A iets kunt kopen en dan bij winkel B zeg maar een cadeautje kunt gaan krijgen. Dus dat is een van de dingen die we ermee gaan doen. Heel goed. Dat snap ik. Dat is gewoon een Airmiles 2.0. Ja. En dan even kijken, wie betaalt daar nu voor? Want de consumenten die betalen niet voor de punten. Ik maak het heel makkelijk. Ik mag een kassabonnetje geloof ik inscannen in mijn app en dan krijg ik coins. Ja, dat klopt. En met die coins kan ik dan iets doen. Wat kan ik daar zo al mee doen? Nou, met die coin kun je naar de aangesloten winkels. En in dit geval beginnen we dus in Tilburg. Waarbij we dus, de bedoeling is om 200 winkels aan te gaan sluiten. Daar gaan we vanaf morgen ook actief mee starten. De eerste 20 hebben we al wel. En de komende 200, daar gaan we dus hard mee aan de slag. Zodat die allemaal de coins gaan accepteren. Om te zorgen dat de beloningen die zijn... Leuke cadeautjes. Dus de investering van de winkelier is dat ze eigenlijk die coins accepteren. En daar leuke dingen voor doen. En wat geven ze dan weg daarvoor, voor die coins? Nou, er zijn een aantal dingen die ze daarvoor weg kunnen geven. Dus je zult zien bijvoorbeeld dat een visboer, die zal daar natuurlijk gewoon zijn vis op weggeven. Een boekenwinkel zal zijn boeken daarop weg gaan geven. En iedereen mag zelf kiezen wat hij daarop weg gaat geven. Dus... En ook mag de waarde daarvan bepalen. Je mag zeggen van, joh, voor 100 RetailCoins krijg je bij mij dit. Nee, dat doen we niet. Dus in ons back-office systeem moeten ze de eurowaarde van de producten moeten opgeven. Dat verrekenen we naar RetailCoin op basis van de huidige koers, zodat de eurowaarde van de producten altijd gehandhaafd wordt in het hele model. We willen natuurlijk niet dat de winkelier een enorm risico hoeft te lopen op het moment dat die RetailCoin gaat accepteren, want anders gaat het model weer niet werken. Ja. Oké, dus dat is dus voor de investering van de retailer. De retailer die moet gewoon die coins van anderen accepteren daar vis of... bier of gratis parkeren voor weggeven, zeg maar. Oké, dus die dan wat is de andere kant, zeg maar? De consumenten krijgen het gratis. En dan, waar verdienen jullie je geld aan? Wij verdienen ons geld gewoon met technologieverkoop. Dus behalve in Tilburg en de rest van de wereld zullen we gewoon een abonnementsprijs rekenen om ervoor te zorgen dat mensen op deze app ingehaakt worden. Zodat ze gewoon pakken bij 20 euro per maand per winkel moeten gaan betalen om met RetailCoin het spaarprogramma mee te mogen gaan doen. En dan is het ook nog zo, die RetailCoin die is om te zetten naar euro. Je hebt er een heleboel gecreëerd. 7 miljard, dat is dan op basis van de huidige koers van 10 cent. Die moeten zien wat daarvan komt, wat daarvan overblijft. 700 miljoen euro. Ja. En wie heeft die op het ogenblik, die coins? We hebben een non-profit stichting opgezet die de coins beheert. En om ervoor te zorgen dat gewoon netjes beheerd wordt en non-profit gedaan wordt. Het is natuurlijk niet de bedoeling om een ecosysteem als deze op te zetten om jezelf te gaan verrijken. Dus een groot gedeelte van die coins die zijn niet bij jullie, die zitten in een stichting en die worden gebruikt om uit te geven aan die consumenten, zeg maar, en aan die winkel. Ja, dus in de BV, zeg maar, in de commerciële partij zitten eigenlijk geen coins. Dat zit allemaal in de stichting. En dan, even kijken, als ik dan, wat moet ik dan nog meer denken? Het is echt, ik snap hoe jij dan geld verdient als technologiebedrijf. Sure.
En, maar die 700 miljoen waarde, zeg maar, als dat 10 euro van, die zit dan in die stichting. Die stichting die geeft dan coins uit, zeg maar. Die krijgt er ook voor betaald. Wat gebeurt er met al die waarde in de stichting? Nee, in principe is dat niet zo. Dus de coins die staan in voorraad in de stichting. En de doelstelling van de stichting is om het RITO-kanaal te verstevigen en te versterken en in te investeren. En dat doet ze onder andere middels die, die hele grote pallet met coins die in de voorraad staat. Nou, die coins die geven ze weg aan de consument. En dat is eigenlijk wel het enige wat de stichting doet. Dus stichting bouwt ook geen... Die verkoopt ze dus ook niet tegen de... De stichting die geeft ze gewoon uit op het moment dat ze nodig zijn. En die krijgt daar geen 10 cent per stuk of een willekeurige waarde voor. Nee, die geeft geen 10 cent per stuk. Op de een of andere manier zullen we natuurlijk wel de transactiekosten van de winkeliers gaan vragen om ervoor te zorgen dat het ook niks kost. Maar het is niet zo dat de stichting enorme winsten kan... Dan was mijn volgende vraag van, als het goed is, doe jij een heleboel transacties. Dan gaan er echt honderden keren per dag, worden er duizenden keer per dag, worden de bonnetjes gedaan en krijgen mensen coins. Ja. Op dit ogenblik doe je het op basis van Ethereum. Ja. Dat is een heel duur blockchain systeem wat eigenlijk weinig capaciteit heeft en ongelooflijk veel kost per transactie. Wat ga je daarmee doen? Nou ja, kijk, Ethereum is natuurlijk een van de technologieën die dit mogelijk maakt. Toen wij begonnen was Ethereum de enige blockchain die echt live was die dit mogelijk kon. Maar vanuit de technologieperspectief zou het best wel eens kunnen dat we een keer gaan wisselen. Dus dat zou best kunnen dat we het Ethereum platform gaan vervangen met bijvoorbeeld een NIO of met een EOS. Ik denk dat EOS op dit moment de meest geschikt is om dit mee te gaan doen. Maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook de technologische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat onze kosten onder beheer blijven. Dus een van de dingen die wij doen is wij op het moment dat je dus de coins toegekend krijgt, dan doen we dat eerst nog even off-chain voordat we dat bundelen en daadwerkelijk op de blockchain. Okay, 1 batch tegelijkertijd. Hey, over een jaar, waar sta je dan? Nou, over een jaar proberen we toch allemaal een heel groot gedeelte van Nederland te hebben bereikt in ieder geval. Ik durf nog niet te zeggen dat we in alle steden zijn, want onze... 10 steden volgend jaar? Volgend jaar, het is nu 2018 eind, dus eind 2019. Nou, 10 steden vind ik wel oké. Okay. Ja, en dat kunnen kleinere en grote steden zijn. Hè. Dus Tilburg is de 6e grootste stad van Nederland. Hartstikke groot. De andere in de buurt, die de 5e grootste stad is van Nederland, is Eindhoven. Dus dat zijn 2 enorme steden waar we echt... Eerst Brabant, dan Nederland en dan de rest van de wereld. De rest van Europa, ja. Ja, ik weet niet of de rest van de wereld gaat worden. Kijk, ik denk dat het heel verstandig is om 2 voetjes op de grond te houden. Goed te kijken, waar staan we vandaag? Wij kunnen niet vandaag de hele wereld beslaan. Dat gaat gewoon helemaal niet. Wij moeten het ook gewoon stap voor stap doen. Maar wel zodanig dat we echt succesvol gaan worden. En stap voor stap gaan leren hoe dit allemaal moet. Je bent begonnen met appjes te maken voor winkeliers. Hè? Met een eigen individuele loyaliteitsprogramma. Hoeveel daarvan heb je daarvan? Er een stuk of 30 van verkocht. En die gaan nu allemaal over naar dat RitoCoin. Ja, dus die platformen, dat is allemaal hetzelfde platform waarbij we dus de technologie integreren van RitoCoin en dan krijg je een upgrade. Succes. Jan Kools, je bent van Jan Kools van Kools Dranken en je komt uit Drunen, niet uit Tilburg. Wat doe jij met dit initiatief? Wij doen heel veel met dit initiatief. Wij zijn dikke jaar geleden begonnen met de app en worden, zoals ik net hoorde, einde van het jaar omgezet naar de RitoCoin. Dus wat is de app? Wat doet de app precies? De app die heeft ook een spaarprogramma in zich. En dat spaarprogramma gaat over naar de retailcoins. En is jouw individuele spaarprogramma of was dat het Drunen spaarprogramma? Nee, het is nu mijn individuele spaarprogramma. Gaat straks over naar het regionaal landelijk spaarprogramma. Oké, en dus jij gaf je klanten, die zei van joh, download maar zo'n appje en dan heb je daar een loyaliteitsprogramma in. En dan geef je afhankelijk van de omzet geef je ze punten en dan kunnen ze dan weer iets mee doen. Klopt helemaal, wat je zegt. Ja. Hoe is dat bevallen? Heel erg goed. In eerste instantie dachten we van nou, er gaat een omzetstijging geven van hier tot morgen vroeg. Maar we hebben de omzet gelijk kunnen houden. En dat is in onze handel heel erg goed. Oh, het was niet zo'n beste tijd. Nee, daarom ook. Dus we hebben een mooi stabiel kunnen houden. We hebben ook nog een paar andere tools in die app, waar onder andere recepten staan en... drank. Dus je kreeg je eigen app met allerlei voordelen en ook het loyaliteitsprogramma. Ja. En nu gaat dat dus breed in het algemene loyaliteitsprogramma. Wat vind je van het idee? Ja, geweldig. Ja. We hebben het er heel lang met Hugo over gehad. En ja, ik denk het ei van Columbus is. Airmiles voor iedereen, all over the place. Ja, en dan niet de restrictie van Airmiles, maar gewoon heel breed uitgezet. En daar hou ik wel van. Dankjewel. Mark Meels, je bent van de City Marketing Tilburg. Wat is jouw betrokkenheid hier bij dat RitoCoin? Deze start-up is vanaf het begin af aan zo enorm opgevallen. En dat zij Tilburg als pilot gaan gebruiken om
hier hun... City marketing vinden dat een goed idee. Vinden dat een goed idee. En zeker voor de binnenstad, want die is enorm in ontwikkeling. En dit kan echt bijdragen aan meer bezoek aan de binnenstad. Ja, een loyaliteitsprogramma voor alle winkeliers. En wat zeggen dan die winkeliers? Denken die van, wat moet ik daarmee? Wat is dat voor iets? En dat gedoe met blockchain en crypto... Is het een beetje sceptisch of valt het mee? Nou, ik denk dat uiteraard dat soort vragen komen, hè, want veranderen is eng. Ja. Maar ik denk dat we ze wel overtuigd krijgen om gewoon mee te doen. Want het is, zoals Hugo ook uitlegde, een hartstikke eenvoudig programma om mee te doen. En ze hoeven er zelf weinig voor te veranderen. Het klinkt een beetje te goed om waar te zijn. Ja, hè? Van de winkeliers hoeven niks te betalen, de consumenten hoeven niks te betalen, niemand hoeft iets te betalen. En aan de andere kant wordt alles meer geld waard. Dat is, wat is dat voor een... Dat klinkt te goed. Dat een Brabander zou daar toch een beetje wantrouwend over zijn. Nou ja, weet je, het is inderdaad too good to be true. Maar laten we het gewoon proberen. En dan hopen dat het too good to be true. En Tilburg is natuurlijk een pilotstad. Andere steden moeten wel betalen. Want dat is natuurlijk. Jullie proberen het gewoon. En als je daarmee laat zien dat het kan, dan kan de rest van Nederland ook komen. Zo is het. Zo is het. Yes, exactly. En jij zei, Riet, en jij zei, Tilburg is de eerste stad waar een auto heeft rondgereden. Allereerste auto rijdt hier in de stad rond, klopt. Nog meer dingen over Tilburg die vermeldenswaard zijn? Nou, dan moet je even tijd uittrekken hoor. Maar er zijn een hoop dingen vermeldenswaardig. Maar de eerste auto was in ieder geval hier, dat klopt. Ja, dat vind ik wel een hele mooie. Oké, nou succes. Tilburg, eerste stad waar de RetailCoin wordt uitgerold. Zo Wilco, wat heb jij aan RetailCoin gedaan? Ja, ik heb de backend in elkaar geklust, zoals dat heet. Dus waar de gegevens vandaan komen, dus alles wat je ziet, alle beloningen en de status daarvan en zo, dat heb ik allemaal geprogrammeerd. Dus, dus jij bent de technische man erachter. Heb je ook op de knop gedrukt en die 100 miljoen retail coins, ik weet niet hoeveel er zijn, maar heb je die ook gecreëerd in een contract? Ik heb het contract zelf wel geschreven, geschreven, maar in ieder geval... Maar ik heb niet op de knop gedrukt. Dat heeft Hugo op een gegeven moment gedaan. Hoeveel retail coins zijn er nu gemaakt? 7 miljard. 7 miljard en ze zijn een dubbeltje per stuk, hè? Ja, klopt. 10 cent per stuk. Ja, dus als ze allemaal dan uitgegeven worden en allemaal gebruikt worden, dan is de totale waarde 700 miljard? Ja. Nee, 700 miljoen? Ja, okay. Klopt. Nou, dus dat is in ieder geval een mooie plek. Is het leuk om aan dit project mee te werken? Ja, zeker, zeker. Echt, hè? Gewoon van de Air Miles voor iedereen. Ja, Air Miles 2.0. Hè? Ja. Wilbert, je hebt een beetje rode oogjes. Hoe laat was het gisteravond? 3:30, 4:15. Oh. Ja. Want wat heeft zo lang geduurd, die laatste loodjes? Ik vond dat er nog een aantal dingetjes moesten gebeuren voor het event. Waaronder zo laagdrempelig mogelijk een complete wallet maken voor de mensen. Waaronder dat is echt niet makkelijk, hè? Het is nog echt gewoon een beetje van internet in het jaar 1984. Waarbij je een TCP/IP-stack in 5 stappen op moest bouwen. Dat is ongeveer nog een beetje de crypto-wereld. De nerdwereld, ja. Precies wat je zegt. Ja. Het is nerds die begrijpen het gelijk. En dus hebben ze ook niet de noodzaak om het te gaan vertalen voor iemand. Wat doe jij bij RetailCoin? Ik ben net 2 weken geleden begonnen. En eigenlijk op een hele aparte manier. Want Hugo en ik hadden een klik met elkaar. Nadat ik had gezegd van sommige van de concepten van RetailCoin heb ik ook ooit gehad. 4 jaar geleden. Goede ideeën moeten vaak worden uitgevonden. Je bent ook een mentor geweest van Hugo. En hij zei dat ook tegen mij. Hij zegt ook van, wij hebben een klik met elkaar, dus we moeten ook iets met elkaar. Ja, dat blijkt ook, want ik ben er 2 weken en ik zit er kniediep in. Dus het gaat gelijk heel erg hard en goed. Ja. Okay, en wat voor rol ga je doen? Ja, het is een beetje moeilijk te bepalen, omdat ik mag eigenlijk van Hugo gewoon mezelf, ik mag conceptualiseren, ik mag meedenken, strategisch zijn, eigenlijk alles en alles wat is jouw achtergrond? Heel raar. Ik heb ooit geneeskunde gestudeerd en voor de rest ben ik een tweeling geweest die altijd van alles heeft gedaan, allerlei soorten branches. En het laatste wat ik had was een eigen bedrijfje voor het helpen van senioren met het gebruik van nieuwe technologieën. Nou, dan is inderdaad gewoon met de crypto aan de gang om een eigen loyaliteitsprogramma te creëren, is wel even weer heen zonder. Ik neem dat ook een beetje als taak op, om het echt te gaan vertalen naar de normale mens toe. Dat kan ik dus, want ik kan er precies tussen gaan zitten. En dat is ook echt nodig, want de cryptowereld is gewoon veel te complex. Jullie gebruiken op dit ogenblik die Ethereum blockchain, zeg maar. Maar die transactiekosten zijn nog hartstikke duur, want dan kun je toch niet miljarden transacties mee doen?
Nee, geen miljard transacties. Op dit moment niet honderden miljoenen en ook niet miljoenen en ook niet 10.000. Het is gewoon duur een transactie. Ja, maar het platform is ook niet meer haalbaar als dat lang zo blijft. Dus dat is ook een beetje wat je ziet bij blockchain technologieën en verschillende soorten platforms. Dat niveleert, dat moet gewoon op een gegeven moment. Want anders is het platform ook niet meer haalbaar. Yeah. Dus daar heb ik je kunt naar NIM of je kunt naar NEO of je kunt naar allerlei dingen die gratis transacties doen of zo. Dus, ja. Maar dan ga je ook een beetje op tegenaan bemoeien. En zit je aan de technische kant of zit je aan de conceptuele kant? Nee, op het moment dat je kiest voor iets dan, en je eigenlijke core business is om de retail te gaan helpen. Ja. En om die retail coin app gewoon goed op te brengen. De crypto is gewoon een middel om daartoe te komen. Dus daar gaan we niet al te veel in veranderen. Als je kiest voor iets, dan moet je ook ergens voor blijven gaan, denk ik. Okay. Slaap lekker. Zo. Dames en heren, waarom bent u eigenlijk hier op deze geboorte en de listing van de RetailCoin? Nou, ik ben wel fan van de RetailCoin. Ik denk dat het een heel aardig voorbeeld is van een geslaagde blockchain project. En daar moeten we er eigenlijk meer van hebben. Geslaagd? Ik dacht dat ze net ging beginnen. Ja, maar het is een geslaagd project. Zover. Want? Nou, omdat ik denk dat het een hele nuttige toepassing is. Het is een hele nuttige toepassing. Loyaliteit in de retail is natuurlijk overduidelijk dat dat nuttig is. Maar over wanneer denk je dat we kunnen zien of het nuttig is? Want dan moeten al die winkeliers dat accepteren. Dan moeten consumenten het weten. Dan moet het net zo bekend worden als Airmiles. En dan inderdaad buiten Tilburg. Nou, Airmiles is eigenlijk ook heel klein. Hè? Want er zijn maar een paar bedrijven die daar echt aan meedoen. Maar Hugo zei net iets interessants. Hij zei als wij, 200 bedrijven, 50.000 mensen. Dan zijn we al gelijk het grootste blockchain project. En dat zegt natuurlijk ook wel iets over het blockchain. Ik weet niet of het echt waar is wat hij zegt, maar 50.000 is niet veel. En als je dan toch wel heel groot bent, dat geeft ook wel aan dat we een beetje aan het begin staan. Maar ik denk dat dit echt een hele nuttige toepassing is. Jeanette, je hebt dan vandaag voor het eerst kennis gemaakt met het hele verschijnsel crypto en blockchain, zeg maar. Hoe ervaar jij dat? Eén grote nieuw iets. Helemaal spannend. Ja? Ja. En je hebt nu dus ook je eerste geld? Ja, heb ik ook. Het is nog niet veel, maar het is een begin. Wat denk je van als je dat zo'n bedrijfje ziet, zo'n loyaliteitsprogramma die ze dan willen creëren? Zou dat in de. Je komt uit de luchtvaart. Hè, daar is eigenlijk gewoon loyaliteitsprogramma's zijn daar gewoon geboren. En iedereen zit voortdurend met allemaal van dit is mijn Airmiles en dit soort dingen. Dan zie je dat. Moet dat in de rest van de wereld ook komen? Nou, ik weet nog niet in de rest van de wereld. Dus we beginnen natuurlijk klein. Hebben we vandaag ook gehoord en geleerd. Hè? Maar je krijgt wel ideeën door inderdaad. Om het loyaliteitsprogramma's in jouw business is echt, de luchtvaart is echt belangrijk. Ja, ja. Dat consumenten trekken zich iets aan daarvan. Die vliegen ook via andere maatschappijen en andere plekken omdat ze dit willen doen. Ja, dus wat dat betreft. Dus de retailers gaan gewoon helemaal hiervan genieten. Leuke ideeën geboren vandaag, toch? Ja. Helemaal waar. Zo, Tilburg, de eerste stad met een retailcoin loyaliteitsprogramma. Dat moet dus gewoon veel grootschaliger gebruikt worden. Maar de gong is vandaag geslagen, dus dat betekent dat het nu liquide is. Did you like this video? There's more where this came from. Subscribe and click the bell to get notified about our new videos.